Yo, gamefans van Nederland en omstreken, welkom bij... Yo, gamefans van Nederland en omstreken, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Happy Wheels hier op woensdag? Yep, inderdaad, op woensdag. Waarom heb ik het verplaatst? Normaal doe ik het altijd op zaterdag. Ik heb het verplaatst, dus logisch. Waarom heb ik het verplaatst? Zeg het nu al twee keer. Blijf bij je woord, Jan. Nee, waarom heb ik het verplaatst? Derde keer. Dat komt omdat vandaag ik wou iets speciaals doen voor Koningsdag. En ik denk dat jullie wel zien wat. Ik sta echt werkelijk voor lul. Oh, Jan, waarom doe je dit? Ik zie ook geen ene fuck door dit ding. Maar ik wou iets speciaals doen voor Koningsdag. En normaal doe ik altijd de kulling op woensdag. En ik had echt zoiets van, Koningsdag een beetje feestelijk. Dan ga je niet mensen vermoorden. Weet je wel, dat past er niet goed bij, althans. Nederland was daar vrij goed in, rond de VOC-tijd, maar dat terzijde. Dus wat gaan we doen? We gaan lekker allerlei oranje levels spelen. Ik ga zoeken op oranje, Nederland, koning, weet ik veel, dat soort termen. We gaan kijken wat we tegen kunnen komen. Ik weet nog niet wat we tegen gaan komen. Ik weet nog niet of deze aflevering misschien iets langer duurt dan andere. Ik heb geen idee. We gaan er gewoon inspringen. Oké, ons eerste zoekwoord is orange, oftewel oranje. Ja, het is oranje. Het is een Engels spel, dus daarom denk ik, doe orange. Ik ga zo meteen op Nederlandse levels zoeken. Kijken wat we daar tegen gaan komen. Maar ik zie hier gelijk, orange impossible. That's a challenge I'm willing to take. Moet ik alleen maar even weten hoe dit spel weer werkt. Oh. Joink. Ah, wat nou impossible? Oh. Neem het kind! Laat me met rust! Neem dat kind dan. Dat kind mag je hebben van mij. Nee, neem dat kind maar. Dat mag je echt... Volgens mij ben ik dat ding... Nee. Nee, Jan, dit is... Nee. En... Come on. Dan moet je niet je fucking nek breken. Ik zie zo fucking weinig door deze bril. Alles is inderdaad wel lekker. Oranje hier. En rood. Vooral rood nu. Fuck you! En... Come on! Laat me reet met rust. Kijk, als ik nou gewoon het kind... Die fucking harpoen mist het kind en raakt me vol in mijn face. Fuck you! Oké, misschien moet ik eens rustig aandoen. Nope! Kom op, dit level kan niet echt impossible zijn. I just kicked myself in my own head. Oké, come on, nog één keer! Probeer het, doe het! Vlieg er doorheen! Ik heb het! Ik leef! Ik ben dood. Never mind then! Dit is meer geel dan oranje. Maar het is een pogo challenge, ik hou van pogo challenges. Even goed timen. En... Joink! Niet goed genoeg. Nope. En... Joink! Auw. Leef ik nog? Ik leef nog! Ik kan niks meer. Mijn pogo sticks liggen zelfs in 3 stukken. En... Joink! Dat werkt toch niet. Zie me bungelen dan. Come on, joink. Flips, flips, flips. Mijn pogo heeft het gehaald. Ik niet. Een beetje. En joink. That's putting insult to injury. Come on, nog één keer. Je kan dit. Hup. Ik moet dus die wrecking ball gebruiken. Ta-ta-da. Deze is oranje, right? Hey, die jets zijn lijkt op een doodshoofd. Dat wordt het waarschijnlijk ook. Hup, ik ga er gewoon overheen. Oh, nice. En dood. Great. Waar moet ik eigenlijk heen hier, joh? Ik leef nog. Nu niet meer. Oh, ik moet daarheen. Ik zag de finish. Oké, come on. We kunnen dit doen. Ik weet het zeker. Niet op die manier. Nee! Orange level. Er stond onder, I hope you will like. Het is oranje. Hi, how are you? I think this level will lift your mood. Nou, laten we het zien. Ik bedoel, ik zit hier sowieso al in een apenpakkie. Ik bedoel... Oh. Maar... Oh, left click to start? Ik moet daarop klikken. Oh, oké. Ik denk, what the fuck is het voor mogelijkheidslevel? Low harpoon. Nice. Normal harpoon. Hard. Nee, die was niet hard. Nee, die was niet hard. Ik heb het gewoon genild. Oh, dit moet ik rustig doen. Oh, ik ging bijna eraan. Boing. Ei! Fuck it! Oké, rustig. Eerst die harpoentjes. Joink, niks aan het handje. Niks aan het handje. Niks aan het handje. Die harpoens zijn allemaal makkelijk.
Rustig, Jan, rustig. Je gaat rustiger overheen. Oh god, rustig. Neem het kind, maar niet mij. Neem het kind, maar niet mij. Hou je hoofd dan godverdomme laag. Yes! Nailed it! En nu? Krijgen we nu. Up the pyramids we go. Let's go. Oh, ga omhoog dan! Nee, stop met fucking wheelies maken. Ga omhoog. Ga dan ook geen stopjes maken, wil je? Het kutkind is gewoon veel te zwaar. Kom op, omhoog. Het is echt niet moeilijk. Serieus, ik heb harpoenen overleefd, spikes overleefd en dan ga ik gepest worden door een fucking piramide. Wat is dit? Oh god. En we zijn weer terug bij af. Oké, speed is key. Joink. Nee. Nope. Not enough speed. Wacht. Let's go to the disco. Nope. Wat is dit? Hoe kan ik in... Oké, ik moet breken. Ik moet mijn breaks gebruiken. Die gebruik ik eigenlijk nooit bij dit karakter. Ik gebruik hem nooit... Nee, stop. Break dan. Ik snap dit echt niet. Waarom kan ik in godesnaam dit nou niet doen? Rustig. Easy. Shimmy on up, not down. Oké, die eerste twee zijn makkelijk op een of andere manier. Dat snap ik niet, want de rest is fucking hetzelfde. Kom op, je kan dit echt wel, gast. Juist hem. Nog eentje, kom op. En nu niet weer helemaal naar beneden vallen. I fucking told you! Come on. Wat snap je niet aan omhoog? Stop met fucking backflips maken! Wacht, misschien zijn backflips wel het antwoord. Wee! Nope. I tried so hard and done so far, but in the end it doesn't fucking really matter. Fuck it! Een orange ball throw. Waarom niet? Ik bedoel, het is oranje, het is een ball throw. Ik kan met ballen gooien. Laadbaals! Nee. Oké, iemand heeft dead verkeerd gespeeld, maar oké. Timmy, Billy, Bobby or whatever. one and a half balls? Oeh! Maar met een kutkind gooien. Nou, gooi, ik leg hem gewoon neer. Dat is een minibal die ik heb gekregen. Nee. Ja. Trolled? Hè? Word ik nou echt... Nah, what the fuck? Krijg ik nu nog meer ballen erbij? Nee. Nou... Dit is niet eerlijk. Oké, kom op. Pak die bal. Ta-ta-da. What the fuck? Wat staat er überhaupt? De... Ultimate bal? Maar dan de als in de van Nederlands de. En... Hè? Door welk vierjarig kind is dit ding ontworpen? Fine. Doe iets. Pak hem. Pak hem. Die halve bal is irritant. What the fuck? Je kan er niet overheen. Nee, je pakt de achterzijde. Well then, fuck it. Oké, we hebben een orange freeze throw. En ik moet heel snel zijn, want dat begint gelijk. Oh, dat is niet goed. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Dit... Nee. 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 Oké, kom op, man. Gooi hem op de juiste plek als... Nou, dit kan nog wel eens werken. Dat niet. Oké. Okay. Yes! Ta-ta motherfucking ta. En nu? Oké. Okay. Nailed it, I guess. Orange 99% impossible. Nou, we gaan nog een impossible challenge proberen. En daarna gaan we door naar het volgende zoekwoord. We gaan eerst over een paar pompoenen heen rijden. Want die zijn oranje. Heeft totaal niks met Nederland te maken. Maar dat maakt niet uit. Zijn oranje. Daarna gaan we... Oh, doei kind. Your mama never loved you. Your daddy did too. Hou je kop erbij. Dit kind heeft het beter gehaald dan ik. Oké, nog een keer. Over die pompoenen. Over de pompoenen. En door de... Fucking... Ja, wat is het? Speed ups. Zo. Fly, my pumpkin child! Fly, my head! Nope, andere kant op. Nope, andere kant op. Nope, andere kant op. Nope, andere kant op. Make up your fucking mind. Oh, wait. You don't have a mind. You don't have an head. Oké.
Doei, pompoen. Doei, pompoen. Pompoen, ga je nog iets doen? Pompoen, ga je nog iets doen? Oh, ik ben zo grappig. Totaal niet. Ik weet het. Sorry, spijt me! Nu gebeurde er letterlijk niks. What the fuck gebeurde daar? Ik spat ineens uit elkaar vanuit het niets. Het slaat nergens op. Kom op, ik wil eens een keer een level halen. Ik heb nog geen enkel level gehaald. Nou, laat het kind maar liggen. Papa gaat wel level 1 fixen. Hoor, kindje. Armen heb je niet nodig. En hoofd daarentegen wel. Come on. Ik wil eens een keer iets halen. Joink. Oh, dit gaat lekker. Ik heb zelfs kindje nog. Whee! Oh, ik heb het kind fantastisch vermoord. Hier moet ik rustig overheen rijden. Dus ik laat hem gewoon lekker fietsen. Crap. Wrecking balls. Ik haat die dingen. Ik ben heel slecht in timen. Daarentegen is dat me goed afgevallen. Niemand had het over mijnen. Ik zie er nog één. Die dingen zijn een fucking onzichtbaar man. Leef ik nog? Ik leef nog? Nu niet meer. Oké, ons volgende zoekwoord is Dutch. Oftewel Dutch Challenge. Ik zie rood, wit, blauw. Ik zie een zon. Is dat een zon? Ik weet het niet. Ik zie het heel slecht in dit ding. Echt heel slecht. Be careful on the glass. Dat zullen we zeker doen. Oh, dit is een quiz. What means ik woon in een huis? I live in a house. Duh. Dit is geen challenge, dit is een quiz. Do you know... You know Dutch, you bastard. Ja, ik ben hier geboren. Ik leef er nog steeds. No legs for you. Well, thanks. What means ik ben verslaafd aan, aan spellen? I'm addicted to games. Absolute mentos. Dan moet ik wel op het juiste moment springen. Hoppa. En joink. Maybe you're just secretly Dutch. You don't say. And you don't know anything. Nee, dat weet je inderdaad niet. Want ik ben Kom op. Is er iemand op dit moment meer Nederlands dan ik? Kijk naar me. Ik sta echt voor lul, of niet? alright. One more question, but don't cheat. I won't. Ik ben Nederlands. I know you. Are you here? Je kent me? Wie ben jij? Oké. Ik spring van een gebouw af, als je deze goed hebt. Nou, dan zal ik als ik jou was, maar vast een parachutje gaan kopen. I'll jump off a building if you get this one right. Absolute mentos. Ik zeg absolute mentos. Ik zeg absolute mentos. En joink. Oké, you win. There's something I have to tell you. You're a boss. I know. I'm a boss. Well, I do what I said. No, never. Spring dan. Ah, ze springt niet. Nou, dit level heet Dutch Panda. Ik weet niet wat het Dutch aan is, maar het heet Dutch Panda. Ik kan het niet spelen. Ik bedoel, de descriptie zei la la la. Letterlijk dat. Waarom niet? We gaan het gewoon checken. Fuck dit. Wah! I'm riding down the stairs. I'm killing my child. And the leg is immense. En ik heb 5 seconden. Ow, dit doet pijn. En toen stopte ik ermee, want dit slaat nergens op. Oké, een Dutch spikeval. Ik snap alleen niet waarom ik een spikeval doe met meneer Pogo, meneer. En niet met die Segway grap. Die is hier veel beter voor. Maar oké, 0,0000001% possible. Ik weet niet of ik genoeg nul heb gezegd. Jullie zetten dit videootje op pauze. Laat maar in de reacties weten of ik exact genoeg nul heb gezegd. Ik heb geen idee. Joink! Dit ga ik niet halen. Dit ga ik niet halen. Nope! Ik was wel een cheater, blijkbaar. Flips. Flips achterwaarts. Nope. Come on, ik wil dit echt halen. Het ziet er best wel mogelijk uit eigenlijk. Niet op fucking die manier. Come on. Ja. Nee. Nee. Dan niet. Dan niet. Nee. Dan niet. Come on. You can do this. Of niet. Ja, maar dit is letterlijk onmogelijk. Hij eindigt in spikes. Hoe wil je dat ik daarin win? Oeh, dit level heet Dutch Extreme Swords. Ik weet niet waarom en het heeft weer niks te maken met Dutch. Maar ik wil een sword throw doen. En ik heb nog geen sword throw gedaan, dus ik wil het gewoon eens even doen. Come on. Kan ik ze in die dingen gooien en vliegen ze dan weg of zo? Werkt dat? Dat werkt.
Tatada? Ik bedoel, ik heb iedereen vermoord. I win! Today I'm the king of cannons. En ik ben dood. Dit is een bullshit level. Oké, dit level heet gewoon King's level. En ik krijg gelijk een harpoen in mijn reet. Oké, restart en gelijk naar beneden. Door de stoelen. Door de stoelenmassa. Oh my god. Oké. En stick the landing. Je hebt een soort van een hoofd nodig om te finishen, gast. Come on. Door de stoeltjes. Dit level ziet er best wel mogelijk uit, eerlijk gezegd. Of niet. Gelijk. You took a fucking arrow to the crotch. Dit is niet met de deur in huis vallen, maar met de stoel. Je kan dit. Nope, je kan dit niet. Oké, kom op, snel. Joink. Nou, werk eens even mee, man. Hup. Net ging het goed. Ik moet volgens mij helemaal vooraan hier springen. En dan krijg ik alsnog 6000 stoelen op mijn fucking harses. Hup. Helemaal tegen de muur aan. Helemaal. Ja, goed zo. Fuck jou, Steve. Hey! Huh? Good enough, good enough. Ik heb hem gehaald. Ik heb geen idee. Ik heb hem nog een keer gehaald. I am the king of kings. En ik zie in dit level al gelijk daar beneden een vlag staan. Dus ik ga er gewoon even een kijkje nemen. Althans, ik zie dat hier mijnen zijn. Ik word de andere kant op geblazen. Oh, goed. Oké, misschien is Pogo meneer beter voor dit. Pogo meneer. Don't let me down, you motherfucker. Kom op, Pogo meneer. Weet je, we gaan eerst van naar voren, zo. En dan doen we dat en dat en dan zijn we dood. Ik bedenk me nu pas dat ik nog steeds echt fucking voor lul sta, of niet dan? Ja. Come on. Oké. En nu, scherp naar achter. Achter. Dat is voor. Het is fucking moeilijk om naar achter te springen met deze gat. Oh my. Kom op. Naar achter duurt. Gewoon naar achter. Come on. Waarom kan ik niet naar achter springen? Moet ik hier gewoon in het hoekje zitten desnoods of zo? Werkt niet. Oh god. Kom op, zeg maar dat je het overleeft. Zeg maar dat je het overleeft en goed valt. Waar is de finishlijn? Oké, King Pogo round. Can you still handle round 3? Nou, laten we eerst beginnen met round 1. Shall we? Joink. Ronde 1 is vrij moeilijk. Welcome to my King Pogo jump. What? Oké, ronde 3. Hier komen we. Oké. Ja. Hey, wat is dat dan? Hè? Heb ik nou een stuk overgeslagen of zo? Was de bedoeling dat ik achterwaarts ging? Waar moet ik nu heen? Ik zit klem. Oh god. Ik weet niet welke kant ik nou op moet. Ik ben serieus in de war en ik ben gespiesd. Ik ben een fucking Sashley. Oké, laten we afsluiten met een level dat gedaan is Nederlands parcours. En dan niet parcours zoals het je het hoort te spellen, maar als parcours met OE. I don't know. Auw! Auw! Jullie kunnen dit, ik weet het zeker. Auw, nee, laat maar. I killed them. Come on. Timing. Zit er aan mij? Oh, ik ben het E.T. Ik vlieg. Ik vlieg. Ik val. Ik val. Timing. Mijn. Auw. Backflips. Nee. Waar ligt die mijn dan? Dan doen we het gewoon zo. Dan zijn we gewoon fucking awesome. Echt, what the fuck. Dus gamefans, ik ga deze video hierbij laten. Vond je het een leuke video? Laat er vooral even een duimpje omhoog achter. Heb je vragen, opmerkingen of wat dan ook? Laat ze onder in de comments weten. Ben je nog niet geabonneerd op Cortus Gaming? Wil je wel weten waarin onze video's uitkomen? Dan staat er een rode knop onder het filmpje met de tekst. Abonneer als je daarop klikt, hoor je er automatisch bij. Dus, ik denk dat het dan was. Dus ja, nou, ik ga je nog eventjes al die shit van me afhalen. Want dat gaat waarschijnlijk een uur duren. Ik zit echt met 20 lagen onder. Dit doe ik voor jullie. Dit doe ik allemaal voor jullie. Voor onze gamefans. Ik ga het hier belaten. Dus beste gamefans, zoals altijd. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. Nog een prettige Koningsdag verder. En dan zie ik jullie de volgende keer terug bij een nieuwe Happy Wheels hier op Cortus Gaming. Dus, mazzel!
Kijk, als Maxima nou eens eventjes naam en nummer achterlaat in de reactie.